House of Animals doet al jaren onderzoek naar Bert's animalverhuur. En ik moet iedere keer weer uitleggen dat een dierenverhuurbedrijf echt bestaat in Nederland. En dat gaat niet om een paar dieren die verhuurd worden. Nee, dat gaat echt over mobiele kinderboerderijen die je kunt huren. Heb je een feestje, een leuke dromedaris waar mensen op rond kunnen rijden. Ook prima in de binnenstad van Amsterdam. Het kan allemaal. Een vogelspin voor je filmopname. Je kan alles huren bij Bert's Animal Verhuur. En er zijn enorm veel kamervragen gesteld. Er zijn aangiftes gedaan. En eindelijk, 2 jaar geleden, is door de rechter besloten dat Bert zijn bedrijf moet stilleggen. En dat heeft te maken met het feit dat hij op het terrein waar hij zit, daar mag je geen dieren verhuren. Dus zijn bedrijf is daar gewoon illegaal. De gemeente heeft meer dan 100.000 euro aan dwangsommen aan hem opgelegd. En Bert is niet te stoppen, dat blijkt. Want in de coronatijd heeft hij 332.000 euro coronasteun aangevraagd en ook gekregen. En dan moet je je voorstellen voor een bedrijf wat dus eigenlijk niet meer mag bestaan. Wat niet meer werkzaam mag zijn. En dat vonden wij zo verbazingwekkend. We hebben een gesprek met de burgemeester gehad. En hij gaf aan van, is Bert dan überhaupt nog aan het werk? En wij dachten, dat gaan we bewijzen. En vorige week hebben we hem dan ook op heterdaad betrapt, terwijl hij een mobiele kinderboerderij bij een school had neergezet. Nou, de dieren worden allemaal bij elkaar gewoon in een busje geladen. Dat kan natuurlijk niet. En er waren zelfs puppy's aanwezig. En dan zou je denken van, nou, misschien is dat eenmalig. Maar nee, absoluut niet. House of Animals heeft onderzoek gedaan. Er hebben zich ongelooflijk veel mensen bij ons gemeld. En we hebben zoveel zorginstellingen, verenigingen, bedrijven die zich van geen kwaad bewust waren, maar hem wel hebben ingehuurd, inclusief foto's, facturen. Dus we hebben een handhavingsverzoek gedaan en ik ga er nu van uit dat de gemeente eindelijk in actie gaat komen en dus ook het bedrijf per direct gaat sluiten. Ik moet zeggen, ik was wel erg verbaasd om in de Gelderlander te lezen dat de wethouder heeft gezegd van, nou, ik denk dat we er binnen een maand wel uit zijn of Bert dit überhaupt mag doen of niet. En ik denk, nou, dat lijkt mij toch sterk. Volgens mij moet je weten al heel lang dat dit niet mag en moet dit bedrijf gewoon gesloten worden. Nou, wij gaan dat uiteraard in de gaten houden en we gaan ook door tot die gesloten is.